Hoe heet dat? Jetpack, jeetje. Dubbele pumps, oh my god, wat old school, gast. Ik heb trouwens ook echt een hele dikke kop hier, man. What the fuck, ouwe. Jongen mensen, super dood, jullie kijken. Dit is de gloednieuwe Fortnite via mijn kanaal Games Real, jongens. En vandaag gaan we iets super speciaals doen. Ik ga namelijk reageren op oude clips van mij, natuurlijk de beste momenten van Games Real. In ieder geval, dat is de titel die we gaan kijken. Dus ik hoop dat het ook echt de beste momenten van mij zijn. Want ik natuurlijk weet het als geen ander wat de beste momenten waren. Aangezien ik het zelf ben, you get it. Voordat we in de video duiken, wil ik super erg bedanken voor de support, jongens. En kunnen we die support natuurlijk volhouden, zou super dood zijn. Vergeet natuurlijk zeker niet te abonneren en deze video met een duimpje omhoog te belonen. Zou super dood zijn natuurlijk. En voor de mensen die abonneren, wanneer heb ik een speciaal iets. Ik ga namelijk één kijker verrassen met een gift in Fortnite. Dus laat jouw Epic Games hieronder in de video achter. En wie weet, krijg jij natuurlijk een gifted skin van mij natuurlijk. Dus vergeet niet te abonneren om natuurlijk kans te maken op die gift. Nu we dat hebben gezegd, gaan we gewoon in de video duiken. Ik heb hem hier voor me staan. Dagelijks Fortnite heet het kanaal. Dus sowieso dik SO naar Dagelijks Fortnite voor deze video. Hij heeft hem natuurlijk bij elkaar gesprokkeld. De super dope Games Real Best Moments met 95.000 views. Dat is behoorlijk goed. Hij heeft veel meer likes dan dislikes. Dus dat betekent natuurlijk ook al iets goeds. Dus ik denk dat we gewoon op play moeten gaan klikken. En gewoon gaan zien wat er gebeurt allemaal. Let's go. Alright, even zien. Alright, jongens. Ik heb een fullscreen staan. We gaan gewoon kijken, jongens. Oh my god. Gewoon het ding is gewoon om dit weer terug te zien natuurlijk in chapter 2. Nu, de game is heel anders. Dat is gewoon echt old school. Dit is geweldig, ouwe. Check ook één keer die cam overlay. En trouwens, waar mijn bureau staat, dat is gewoon letterlijk... Hier, waar mijn bed staat. Die muur, daar hingen die poses, zeg maar. En ik had hier mijn bureau staan. Het is zo veranderd. Geweldig om dit terug te zien. Let's go. Alright. Ik ken deze clip nog goed, man. Met die grapple. Oh, shit. Wow. Dit was heel raar dat ik door die rem heen glitste. Maar what the fuck? Reclames, reclames. Sorry, bro. Geen free sponsorings. Let's go. We gaan weer door. Holy shit, ouwe. Oké. Jongens, je ziet het misschien al, maar ik ben dit echt, jongen. Ik ben zoveel veranderd in een jaar. Wanneer was deze eigenlijk geüpload? Moet ik even kijken. 2018, 25 november. Dat is nu ongeveer bijna twee... Dat is nu ongeveer een jaartje iets meer geleden. Dus, damn, ouwe. The holy fuck, ouwe. Hoe ik hier er gewoon uitzag met die pet. Ik heb nooit meer een pet op, jongen. Goud, jongen. Kijk die edits ook. Hoe sloom eigenlijk dit is nu, zeg maar, als je erop terugkijkt. Maar toen... Oh, dubbele shotguns. Holy shit. Ja, deze is vet. Deze is echt ziek. Met Mick, Jesse en natuurlijk Chesto. Dit was echt goud, deze win. Oh my god. Oh kut. Nee! Oh, de storm hier geblazen. Hier, die grapple. Die grapple is fucking chill trouwens. Hoppakee. Oh my god, die damage van dat ding. Hier, pof. Nice. Destroyer ananas. Doei. Met 8 HP. Met 8 HP. Oh shit, hoe iedereen ook helemaal uit zijn dak ging, ouwe. Holy gek. Hoe dan? Die was echt spannend, die was echt spannend. Oh, die was echt ziek. Yo, ik schiet alles met die tech kapot in plaats van met mijn pickaxe nu, hè. Wat is dit dan voor fight? Yo, wat doe ik? Bro, kijk één keer die cam ook. Die drol hier in de back gewoon. What the fuck, ouwe. Oké, we gaan weer door. Het is wel heel pixelig deze, want dit is van een stream. En natuurlijk, ja, dan wordt de kwaliteit iets minder. Oh my god, kijk die strijdings met die fucking builds, jongen. Oh, deze weet ik nog wel, deze fight. Deze was namelijk van een video. Namelijk deze build fight die hier plaatsvindt is van een video van mij. Dat was deze build battle tegen Mirf. Dikke clickbait, by the way. Maar die heeft 400.000 views bijna. Insane. Dat is dus deze build fight. Dus dat vond ik wel even geinig om te zien. En je ziet het ook. Hier was de schooltrooper nog OG, hè. Besef, de witte schooltrooper was hier OG. Dat is toch gewoon te raar te beseffen om... Ja, nu dat hij gewoon terug is gekomen. Dat er nu een paarse variant is. Oh, die Scar sound is ook een beetje anders volgens mij dan nu. Oké, 6 kills. 4 man remain. Deze fight was echt heel apart. Maar het was wel echt spannend. Dit was op een livestream zoals je ziet. Ik denk dat alle clips trouwens uit livestreams zijn, denk ik. Ik zit ook zo ver links in die cam. Ik zat helemaal gewoon te zweten in mijn PC. Ik zat gewoon helemaal vol in die game gedoken gewoon. Oh shit. Dikke blok voor die fucking raket. Raket. Oh my god, ik blijf hier zo lang ook openstaan, weet je. Die guy had me zo lang neer kunnen schieten. Weet je wat het ding hier was? Ik weet niet of je het goed kan horen, maar ik hoor het een beetje. Het is heel lastig om te horen namelijk. Maar je moet de hele tijd opnieuw, zeg maar, klikken met je muis. Dus
je klikt niet, zeg maar, of je houdt hem in. Je zit de hele tijd te tappen, omdat je toen nog niet, hoe heet dat? Volgens mij, ik weet niet hoe de setting meer heet, maar autobuild of zoiets, je had het toen niet. En je moest de hele tijd opnieuw klikken op je muis om iets te plaatsen. Dus vandaar dat de buildfiles ook wat minder snel gaan en soepel. Oh my god, deze guy. Voor die tijd was deze fight wel echt spannend. En echt, was wel echt lastig, man. Oh my god. Je ziet gewoon echt niet, gewoon hier staat nieuw subscriber. Maar het is zo pixelig gewoon. Dat is niet normaal. Oh shit, die tactical shotgun geluid ook. Die hits ook. Hier, zie je. Je hoort zo'n gaar geluid. GG, man. Ah, sick. Zo de transition. Oh, echt snel. Oh. Dit weet ik ook nog wel, man. Dit was tegen King Almighty zelfs. Je ziet die al, Almighty staan. Dit was in een tournament van wat ik vroeger altijd deed met inderdaad YouTubers, andere Fortnite-spelers. En dit was echt gauw, man. Dit was echt ziek. Die tijd is zo OG gewoon. Die toernooien die we toen... Want toen had je geen arena, toen had je niks van dat, zeg maar. Je moest zelf die shit organiseren. Zelf in normale pubs moest je dit soort toernooien doen. Dat was echt goud, jongen. Dat is zo insane dat het... Ja, ik weet niet, dat is toch apart, jongen, van vroeger. Ja, golfkart. Je hebt bijna 60.000 trouwens aan abonnees. Die haaien skin ook, wauw. Die gebruik ik nooit meer. Dit is misschien wel een van de laatste keren dat ik die skin heb gebruikt. Lekko. Zo, je ziet geen zak, ouwe. Met Ryan nog, jeetje, dat is ook lang geleden hoor. Eén hit? Ik heb hem uit de fuck. Oh, en die headshot ook, what the fuck? Dat was, ik was echt. Dat was een pro sniper hoor, dat was een gekke sniper. Die Bills, jongen, het is zo raar. Oh shit. Oké. Okay. Teammate van King Almighty was dood hier gegaan. Het ding was, zeg maar, je moest de meeste kills halen in de game. Je speelde natuurlijk squads, maar eigenlijk speel je duo's. Want ik was met Ryan en King Almighty was dus met Jerry. En je moest dus daardoor tegen elkaar strijden om de meeste kills. Vandaar dat we ook de hele tijd lopen te strijden van, joh, we moeten ze killen. Eigenlijk speel je niet met elkaar, maar tegen elkaar, maar wel in een team. Het is heel apart. Dus dit was nice. Dit was echt een nice play. Ik heb ze allemaal kills aangepakt. Oh my god, die bank! Die bank stond daar, waar mijn tv nu staat. What the fuck, ouwe? Ik heb zo vaak mijn kamer veranderd. Dit is goud om terug te zien, man. Holy shit. Nee, ik kan niet wachten. Dit is wel trouwens, mijn bureau staat wel op dezelfde plek hier. Dus dat is wel grappig. Dus dat is wel hetzelfde gebleven. Oh my god. Oh, dit was uit de video. Dus niet allemaal streams trouwens. Deze is een video. Deze ken ik nog wel. Ik weet niet meer hoe de titel was. De Raptor skin, maar blijft ook wel een mooi skinnetje om te hebben, hoor. Godverdorie. Je ziet altijd mijn mond zo helemaal open gaan als ik aan het strijden ben om te fighten. Dat heb ik nog steeds. Met shotgun schoten dat ik altijd zo'n soort tik krijg. Zo, hè, als ik schiet. Slaan nee, door, maar ik heb het op een of andere manier. I don't know. Ik doe het totaal niet expres. Ik heb het zelf ook niet eens door dat ik het doe. Dit was al wel wat... oh ja, dit was nice. Ja, dat was dit was al wat zeg maar verder in Fortnite. Dit was season week van 8, 9 of zo. Oh my god, de fucking Renegade Raider met de... Met de, hoe heet het ding? Fuck. Hoe heet dat? Jetpack. Jeetje. Dubbele pumps. Oh my god. Wat old school, gast. Ik heb trouwens ook echt een hele dikke kop hier, man. What the fuck, ouwe. Yo, maar dit is raar om terug te zien. Oh shit, what the fuck doe ik hier? Ik krijg bijna alleen maar fall damage steeds. Terwijl ik gewoon een jetpack op mijn nek heb zitten. Gebruik dat ding dan ook. Je dubbele pumps, jongen. Oh my god, die knock. Holy shit, gast. Je hoort ook gewoon niks van mij. Ik was alleen maar aan het strijden, joh. Kampvuurtje. Oké, okay, bosje. Oké, okay, 1v1. Oh, dit is goud om terug te zien. Pof. Zo, die late reactie met die swap van die pump. 156 damage. We nu oh my god, dit is zo apart om terug te zien. Oh, dit was Halloween. Je ziet zo'n Halloween huisje. Dit was Halloween vorig jaar. Moet je nagaan. Holy damn. Ook wel echt die setting met die lama en zo. Oh, mijn pleistertje gaat af. Dat is niet zo slim. Ja, ik heb een snee in mijn vinger. Dat fucking zeer. Oh, zo. Alles mis. En dan tink. Opeens 70 headshot. Wauw, man. Die Scar. Hier had ik al 87.000. Die had ik gingen richting 100.000 toe. Dat was ook echt geweldig om terug te zien trouwens. Dat was echt een goed moment. Van natuurlijk de games real times. Oh, yo, deze guy is geklept, jongen. Ho, oh, oké. Okay. De kwaliteit van deze clip is wel echt fucked up. Maar oké. Ja, dit is wel het beste moment ooit van mij geweest. Gewoon deze clip. Iedereen kent hem waarschijnlijk ook wel. Als je hem niet kent, schaam je. Nee, natuurlijk niet. Dat kan gebeuren, of course. Check me even uit op mijn kanaal natuurlijk. Want die video gaat bijna richting 1 miljoen. We moeten nog 40.000 views of zo. Dat is wel veel trouwens. Maar wie weet gaat hij het ooit halen. Maar toen ik Ninja killde, man.
Ninja was toen back in the days hier, zeg maar, echt de beste speler van de game. Dat was toen die tijd gewoon zo. Toen had je nog geen 90s. Niemand bouwde zo extreem. Hij was gewoon de beste. Hij is nu wat slechter geworden, vind ik persoonlijk. Er zijn zoveel betere mensen. Maar dit was nog steeds echt een... dit is echt een nostalgie-clipje, man. Dit is echt geweldig. Oh my god. Ninja's hybrid hier. Good fight. Ik weet niet, ik miste de ninja van toen wel, man. Oh, met Rick! Oh, shit, ouwe. Oh, Rick. Wow, kijk mijn kop, jongen, ouwe. Yo, mijn... hoe ik er vroeger uitzag, ik zweer het je. Ik kan het nu echt zeggen over mezelf. Want ik ben mezelf daar, dus hè, waarom niet? Maar bro, hoe ik er toen uitzag, ik was daar echt niet tevreden mee, man. Wow, yo, kijk dit dan. Ik verzuip in die stoel, man. Holy shit. Dezelfde stoel als deze, moet je nagaan. What the fuck. Oh, met Rick nog goud, jongen. Dit is echt geweldig. Ja, besef, hè. Ik heb volgens mij vorige week had ik een video met Rick geüpload. En letterlijk, daarvoor, sinds deze video was echt vorig jaar, hadden we nooit meer samen een video opgenomen. En het was wel, we kennen elkaar wel, we hadden gewoon een goede band. Daar was het niet van, maar dat was wel echt weer nice om weer een videotje met hem op te nemen. Want dit was de laatste volgens mij. En dit is echt zo lang geleden, holy shit. Dubbele shotguns ook, dat is ook weer echt, what the fuck, ouwe. Oh shit, oh shit, entrappings. Yo! Oh shit! Rick ook volle concentratie, man. Dit is goud om terug te zien. Ik, wow! Kijk die pumps gaan! Of die heavy shotguns. Tak, 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 tak. Oh my god. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, het leuke zal wel zijn als we een game ooit een keer van maken van dubbele pumps of zo. Maar als we even letterlijk, wat ik hier doe, is gewoon onlogisch. Dat geswitch hier, paf, paf, paf. Oh my god, what the fuck, ouwe. Wat de fuck? Hoe kan die kerel nog niet dood zijn, man? Even serieus. Hoe, what the fuck? Oh, je schrik me dood gehad. Oh, wat. Loop alleen met de spray ook, hè. Ik hou hem boven. We hadden ook dezelfde skin aan, lol. Hij zegt niet. Zie ik nu pas trouwens, wauw. Waar is die kerel ingegaan dan? Oh! Wat is zo goud. Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel echt weer goud om terug te zien. Gewoon hoe ik veranderd ben. Ik wil jou bedanken natuurlijk voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video leuk natuurlijk. Dat ik ging reageren op de beste momenten van mijzelf natuurlijk. En ik vond het super dope natuurlijk. Vergeet niet te abonneren, want dan maak je natuurlijk kans om een gift van mij natuurlijk. Laat dan ook zeker even jouw Epic Games naam in de reacties achter. Want anders kan je niet toevoegen en kan je de gift niet krijgen. Dus doe dat dan jongens. Dat is super dope. En vergeet niet een duim omhoog te gooien. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen.